Minister Raghubar Singh en Governor Roemer hebben Surinamers toetreding als 175ste lid van de International Development Association, IDA, van de Wereldbank geformaliseerd tijdens de IMF Wereldbankvergadering in Washington DC. Door het IDA-lidmaatschap kreeg Suriname dus toegang tot leningen met zeer lage rente en gratis technische assistentie, wat vooral van belang is voor klimaatkwetsbaarheid. Suriname heeft plannen voor IDA-projecten, waaronder verbetering van de waterhuishouding in Paramaribo en ondersteuning voor het Bureau voor de Staatsschuld. Het nieuwe digitale Immigration and Custom Form, ICF, wordt op 1 november 2024 in Suriname geïntroduceerd als een soft launch. Door voorafgegevens te controleren, versnelt het ICF de grensverwerking en verhoogt de veiligheid op de luchthaven. Reizigers kunnen het formulier 3 dagen voor vertrek of aankomst online invullen. Deze stap maakt Suriname een van de eerste CARICOM-landen die digitalisering toepast in de grensverwerking. Vanaf 15 januari 2025 wordt het ICF verplicht voor alle passagiers. In Saramaca hebben 18 LVV-medewerkers hun certificaat behaald voor de training aanmaak van compost, georganiseerd door het ministerie van LVV en gefinancierd door de IDB. De training die in juli 2024 begon, omvatte theorie en praktijk over composteren. Deelnemers leren nu agro-ondernemers in de regio te informeren over de voordelen van compost voor een gezonde bodem.